VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. VVV geniet na van de overwinning op NAC. Straks de beelden en reacties. We maken met Stan Valks de balans op naar de transferperiode. En kijken uiteraard vooruit naar de jubileumwedstrijd tegen Feyenoord. Indraaiend, een beetje met de wind mee. Verlengd door Korte, maar hij kan er niet ingelopen worden door Vloed deze bal. Garcia. Ja, dat kan hij. Hoe kleiner de ruimte, hoe liever het is. En de afronding ontbreekt. Althans, de goede afronding. Dit is een VVV-counter. Dit lijkt me oppassen geblazen voor NAC. Dit is zo'n situatie. Met Opoku kan aannemen. Heeft wat tijd nodig. Gaat naar buiten om. Haalt uit met linksje de korte hoek. Birikiti in tweeën. De eerste speldeprik van VVV in de 53ste minuut. De hoogte klopt en een redding van Oerenstal die met een enorme reflex die bal nog uit het doel weet te houden. Van Krooi. Seuntjens. En T. En de goal. En dat is de goal waarvan je toch een voorgevoel hebt. Enige tijd dat die gaat vallen. Dit is een goal van een ploeg waarin het al het hele seizoen en dan met name in uitwedstrijden mee zit. En ik kan me de reactie van Vreven heel goed voorstellen. 0-1. Op iets meer dan een kwartier van het eind. Goed gespeeld door Leemans van Krooi. Omringd door tegenstanders, maar niet aangepakt door tegenstanders. Van Krooi en bijna is het 0-2. El Alouchi. Fernandes. Dan maar hard. Oh, Hoenderstal half, maar heeft hem wel. VVV wint voor de vierde keer een uitwedstrijd. Het speelde 5 keer gelijk tot nu toe in een uitduel. En het verloor alleen dit seizoen uit bij Heracles. Ga er maar tegen spelen, zou ik willen zeggen. En je merkt hoe lastig het is om dit VVV te moeten bestrijden. Fraai was het allemaal niet, wel effectief. Dus tevreden gezichten deze week in de Kool. Waar trainer Maurie Stijn trouwens ontbrak door ziekte. Je moet altijd spelen naar je mogelijkheden en je speelt op eredivisieniveau. En het is niet zo dat wij een ploeg hebben waarin wij iedere wedstrijd dominant kunnen spelen. Dus we zullen wel vaker wedstrijden hebben waar we terug moeten. Dat is niet onze insteek, dat willen we ook niet graag. Maar soms word je gewoon door de tegenstander gedwongen om wat behoudender te voetballen. En dat was deze wedstrijd ook. Nou, daar kunnen wij ook naar schakelen met deze ploeg. En als dat dan 3 punten oplevert, ja, ik vind dat geen behoudend voetbal. Soms kun je niet anders. Vind je dat dat dan een beetje onder een vergrootglas komt te liggen? Ja, goed. Kijk, van tevoren ben je natuurlijk degradatiekandidaat nummer 1. En op dit moment verras je natuurlijk heel Nederland, omdat je op die 10e plek staat. En ik denk dat mensen dan misschien eerder denken van ja, het is countervoetbal, het is voetbal om de punten bij elkaar te sprokkelen. Maar ik denk dat je altijd moet voetballen naar je mogelijkheden. En sommige wedstrijden word je gewoon teruggedrongen en dan moet je wel. Maar ja, je hoopt natuurlijk wel altijd beter voor de dag te komen dat het tegen NAC de eerste helft vooral het geval was. Daarin zie je dat we vaak wel slordig zijn. En dat is denk ik wel iets wat wel af en toe bij ons terugkomt. Ook als je naar de wedstrijd tegen ADO kijkt, dat we de eerste helft ook niet aan voetballen toekomen. En dan hebben we mazzel, dat is een kwaliteit van ons dat we wel als team blijven functioneren en met z'n allen verdedigen. Waardoor de schade in dit geval 2 keer op 1 keer komen, dan achter 1-0 tegen ADO en tegen NAC blijft het 0-0. Waardoor je wel in de wedstrijd blijft. Maar ja, als je verder wil, dan zou je af en toe wel beter uit de startblokken moeten komen. Een historische overwinning was het ook nog eens. VVV had in de eredivisie maar 1 keer eerder gewonnen in Breda. Dat was in 1978. VVV zag de afgelopen transferperiode 6 spelers vertrekken. Met name het vertrek van maar liefst 4 huurlingen, Nakali, Tissoudali, Peters en Amanyido, is opvallend.
Met allemaal die huurlingen, dat is niet uit luxe geboren. Dat was eigenlijk natuurlijk een manier om op een heel goedkope manier ons elftal in, met name in de breedte te versterken. En dus dat is wel gelukt eigenlijk. Ik bedoel, ze hebben allemaal hun ding gedaan, de een wat minder dan de ander, maar ze hebben allemaal hun waarde gehad. Alleen op het moment dat dan het gros zeg maar, van die huurlingen dusdanig weinig in actie komt, dan dat het leidt zeg maar, tot misschien wat motivatieproblemen en ook ontevreden clubs zeg maar, waar wij ze van huren. Dan is dat voor ons ook een reden om daar oplossingen voor te vinden. En ik denk dat het vrij geruisloos is gegaan en dat het voor alle partijen denk ik goed is geweest dat we nu zeg maar, wat we tot nu toe gedaan hebben, dat ook gelukt is zeg maar. En dus er zijn 5 jongens weg. We hebben natuurlijk Romeo Kastelen erbij gehaald. We hebben Emil Jacobsen erbij gehaald als jonge spits, zeg maar, als vervanger van Etienne Amagnido. Dus we denken eigenlijk dat we er misschien in de kwaliteit iets op vooruit zijn gegaan. Hè? Maar qua aantallen dan wel iets minder. Talenten van topclubs zoals Real Madrid, Arsenal en Borussia Dortmund kwamen dus in Venlo niet aan spelen toe. Dat lijkt vreemd. Krijgen ze wel genoeg kansen bij VVV? Bij ons krijgen alle spelers krijgen een kans. En omdat wij relatief weinig geld hebben, doen er ook 3-4 jeugdspelers mee. Jonge spelers die nog amateur zijn. En jonge spelers willen altijd een kans. En bij ons krijgen ze een kans. En de ene slaagt wel. Dat bedoel ik niet die jonge spelers mee, hoor. Maar in algemene zin krijgt iedereen een kans. Maar het is natuurlijk bij ons een hecht team wat er staat. Dus je komt er ook niet zomaar in. Dus je moet van goede huizen zijn, En in dat opzicht hebben wij ook heel lang over gedacht qua versterkingen voor deze wintertransferperiode, zeg maar. Want ook al zouden we stel maar een hele goede middenvelder erbij halen, die zou waarschijnlijk ook niet gaan spelen. Dus we hebben er heel lang over nagedacht wat voor keuzes wij moesten maken. En dus ik denk dat we met de keuzes die we nu gemaakt hebben, dat wij een gemotiveerde groep hebben, een fitte groep. En jongens die misschien in de kwaliteit iets beter zijn dan de jongens die vertrokken zijn. Valks is ook niet bang dat VVV nu een slechte naam heeft ten aanzien van het huren van spelers. Nee, maar ik wil niet arrogant zijn, maar wij bepalen dat zelf. En wij bepalen, en onze trainer bepaalt wie er speelt. En wij hebben daar altijd, houden wij altijd alle vrijheid in. Dus wij doen ook niet aan clausules, dat gebeurt soms, dat ze eisen dat ze spelers zoveel moeten spelen en anders krijg je een boete. Dat doen wij allemaal niet, dus wij zijn eigen baas in huis en dat blijft ook zo. Dus nee, ik zie dat niet als een nadeel. Dat is, het aanbod van spelers is zo groot dat de club echt wel weer zelf de macht hebben nog. Naast het vertrek van de 4 gehuurde spelers zijn ook Terry Entenis en Jules Respe weg uit de koel. Daartegenover staat dus de komst van Jacobsen en Kastelen en sinds deze week ook oude bekende Everen Korkmaz. De verdediger werd verhuurd aan FC Den Bosch, maar kwam daar nauwelijks aan spelen toe, daarom haalt VVV hem nu terug. Net als Maurie Stijn vorige week al aangaf, maakt ook Valks zich niet druk om de krappe selectie. Nou, we hebben nog steeds 20 spelers, hè? Dus dat zonder keepers. Dus ik bedoel, er kunnen nog steeds maar 11 spelen. En natuurlijk. En er zijn ook nog regels dat je of dat we ook na 1 februari nog spelers op kunnen pikken, zeg maar, die transfervrij zijn. Dus mocht er zich een noodscenario voldoen, dan kunnen we ook altijd nog wel ingrijpen. Dus nee, wij denken dat we met deze groep het seizoen tot een goed einde kunnen brengen. Speelt het dan ook nog mee dat je op dit moment al op de 10e plaats staat in de Eredivisie? Nee, want dat staat er eigenlijk helemaal los van. Dat is gewoon... Je denkt, want we zijn al een heel eind? Nee, nogmaals, ook als we nu onderaan gestaan hadden, dan had er misschien wat meer moeten gebeuren. Maar dan was je natuurlijk, dan hadden wij denk ik al eerder problemen gehad met ontevreden spelers of zo. Dus we hebben dat, en dat is dan weer de luxe dat we nu 10e staan. Maar dat heeft voor de rest eigenlijk weinig mee te maken met de beslissingen die we genomen hebben. Zondag komt Feyenoord op bezoek in de Kool. Weten we het nog? In Rotterdam werd het in de slotfase 1-1 door deze man.
De Rotterdammers zullen hem vast extra goed in de gaten houden zondag. Ja, ik denk in ieder geval wel bij corners. Ja. Ik denk dat ze dan wel een mannetje even extra zeggen van hey, thuis zaten we niet helemaal op te letten. Dus ja, ik denk dat ze wel zichzelf iets beter voorbereiden op onze spelervattingen. Wat verwacht je voor wedstrijd zondag? Ja, ik denk eigenlijk een beetje hetzelfde als de eerste helft tegen NAC. Dat we weinig aan de bal zullen zijn. Maar toch ook tegen Feyenoord zijn er ook weer mogelijkheden. Als je in ieder geval compact staat, goed verdedigd, dan krijg je altijd je kans in de omschakeling. En ja, daar moeten we het gewoon zondag van hebben. Want ik denk niet dat wij Feyenoord van het kastje naar de muur gaan tikken. Op dit moment vind ik Feyenoord ook niet in zijn hele goede doen. Was toen ook niet? Nee, dat was toen ook niet. Vandaar dat we daar ook gewoon een punt hebben kunnen pakken. Want als je normaal gesproken uit naar Feyenoord speelt en ze zijn in goede doen, dan ga je daar echt geen punten pakken, denk ik, als VVV zijn. Nou, dat hebben we toen wel gedaan. Nou, ze zijn nog steeds niet in een goede doen. Nou, wij zijn met een goede stap bezig om wekelijks punten te pakken. Ik denk dat wij ook gewoon een redelijke kans hebben om tegen Feyenoord te winnen. Gaat het zondag worden? Puntje pakken is voldoende tegen Feyenoord. VVV Feyenoord is ook de officiële jubileumwedstrijd ter gelegenheid van het 115-jarig bestaan van de club. De spelers spelen daarom in een speciaal tenue. De bekende posteractie van de werkgroep VVV Volle Koel kent voor deze wedstrijd maar liefst 12 varianten met afbeeldingen van helden uit de historie van de club, zoals Jai Driessen. Maar die is nu met heel andere dingen bezig. Nee, bij mij speelt het niet zo. Het is leuk dat ik op het affiche sta, maar het gaat mij gewoon op. Dit is een van de zoveelste wedstrijden. Dit is een topwedstrijd voor ons, een top thuiswedstrijd. Dus met volle bak in het stadion, ja, dat leeft wel natuurlijk. En omdat het tegen Feyenoord is dat prima, maar het maakt mij echt niks uit of dat dit een wedstrijd is, een jubileumwedstrijd is voor 115 jaar bestaan. Daar ben ik niet zo mee bezig. Dat is een speciaal gevoel met een speciaal shirt. Je mag bijna niet verliezen dan, zou je zeggen. Nou, dan moeten we maar volgende wens gaan dan. VVV deed het de laatste jaren eigenlijk best goed thuis tegen Feyenoord. De laatste keer in 2012 was er een 2-3 nederlaag, maar daarvoor werd er twee keer gewonnen. Bijvoorbeeld in 2011. Michael Uchebo en Ahmed Moussa waren toen de grote smaakmakers. Oh, nog steeds Uchebo. En dan zijn het er twee van VVV tegen maar één van Feyenoord. Als VVV snel is. Uchebo scoort niet. Moussa wel. 1-0 VVV. Ahmed Moussa. Goeie bal. Wijnaldum nu dan. Ja, nu wel. Weer met het hoofd. Anders ligt het open achterin. Dat wordt niet helemaal goed begrepen. Want hier is Moussa. Moussa met 2-1. Ver langs Gentenaar. Klaarleggen. Castanjos moet scoren. En doet dat. 2-2. El Akshawi. Ja, nogmaals. Het lijkt helemaal nergens op. Maar die bal valt weer voor Moussa. Daar gaat hij weer. Voor zijn hattrick. Moussa geeft hem op Uchebo. En dan is het 3-2. Feyenoord geeft het weg. En nu Moussa als aangever en Uchebo als afmaker. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.